De federatie Paraplantages is geen deel van de commissie die president Santokki de vorige week heeft geïnstalleerd om de boedelproblematiek in Suriname aan te pakken. Deze commissie zou volgens voorzitter Henry Ommen van de federatie Paraplantages alleen bestaan uit juristen. Rond de installatie van deze commissie is er veel onduidelijkheid. Ommen vraagt zich af of de commissie zich zal buigen over de boedelproblematiek van de stad, van Para of van heel Suriname. Er is een vraagstuk van, heeft hij het over de plantages? Want in Suriname hebben we ook diverse andere boedelproblematieken. Ja. Ja? Waarbij bijvoorbeeld families overlijden en er staan huizen te overwoekeren. Dus heeft hij het daarover? En als wij ook kijken dat in de commissie alleen maar juristen zijn, dan hebben wij van, kijk, dan zeggen we van, ja, vanuit onze invalshoek is het goed begrepen, is het dan goed begrepen. Dus wij willen in ieder geval afwachten en kijken, misschien zou men de paraplantages erbij betrekken, maar misschien heeft men het alleen maar over de boedels van de stad. En tot die tijd willen wij niet al te veel daarover zeggen en wachten. Ook heeft de commissie boedelproblematiek in Suriname tot taak het voorbereiden van conceptwetten en de regering te voorzien van adviezen. De federatie van Paraplantages zal nog uitkomen met een standpunt over de installatie van deze commissie.